frappante momenten in het Songfestival of rond het Songfestival, dan moet ik natuurlijk altijd denken aan de rode lopermomenten. De openingsrecepties van het Songfestival, die vinden traditioneel altijd een week voor het eigenlijke festival plaats. En ja, dat is een evenement dat mij fascineert, omdat het vaak veel gedoe is om niets eigenlijk. Much do about nothing. En ik herinner mij de eerste keer dat ik zo'n event bijwoonde, dat was in Oslo in 2010. En ja, het mooie locatie, het stadhuis, waar ook de Nobelprijs voor de Vrede wordt uitgereikt en zo. Maar eigenlijk een flinke tegenvaller. Ik herinner mij dat heel chic, het oogde allemaal heel chic. De kandidaten hebben hun beste kleedjes aangetrokken. De entourage doet druk, er is heel veel pers, er is heel veel gedoe. Maar eigenlijk, ja, viel er bijna ook, je vindt bijna niets te eten. Ik herinner mij enkele bitterballen en zo. En het slechtste glaasje champagne dat ik ooit heb gedronken. Het was geen champagne, het was een ordinaire Noorse schuimwijn, veronderstel ik. Je werd er haast ziek van naar te kijken. En daar is dat evenement in Oslo, heb ik mij voor het eerst die bedenkingen gemaakt. En daar is een beetje het idee ontstaan, toen jullie van Eurosong.be mij vroegen om interviews te doen, is daar het idee ontstaan om een beetje onnozel te gaan doen. Zo'n event, je moet dat niet serieus nemen, je kan het ook eigenlijk niet serieus nemen, maar er worden vaak van die traditionele serieuze vragen gesteld, vragen die ook op persconferenties en in andere interviews worden gesteld. En vandaar heb ik een beetje de ingeving gehad om het wat anders te gaan aanpakken, om in de sfeer van het event te gaan interviewen. En daar is de traditie ondertussen ontstaan om onnozel te doen aan de kandidaten, gekke vraagjes te stellen. En vandaar dat ik niets vraag vaak over de nummers, of over de inhoud, over de teksten, over de optredens en zo. De dingen die je op andere gelegenheden kan vragen. Maar wel over heel luchtige dingen. De kleedjes die ze aan hebben vaak. Ja, ik zei het daarnet. Hebben de kandidaten hun beste kleedje aangetrokken? Of hun allerslechtste, dat kan ook. En dan is het mijn taak om daar wat om de kandidaten een beetje uit hun tent te lokken. Om te zien wie doet mee met de game en wie niet. Dat levert soms, denk ik, leuke televisie op. Soms is het ook een tegenvaller. Soms zijn er kandidaten die het Engels niet machtig zijn. Sommige kandidaten zijn... willen niet meespelen, maar soms levert het leuke momenten op. Ik herinner mij bijvoorbeeld een Glenn Vella van Malta die helemaal losging tijdens het interview en ook zelfs nadien. Ik herinner mij Michael van der Heijden, dat was in Oslo, met zijn I pleu de l'or, een heel gekke man, die ging ook helemaal mee met het spel. Dan zijn er ook kandidaten die zo serieus zijn dat... Dat de kaders van de muren gaan vallen. Bijvoorbeeld de Sloveense tweeling van enkele jaren geleden. Ik vroeg iets over een kleedje, ik wilde het zelfs even aanraken. Er stond een man drukdoenend naast hem te zeggen dat het niet mocht. Don't touch, zei hij. Ik herinner mij de Deense kandidaat van vorig jaar, die ik informeerde over het feit dat de cameraman achter mij het mooiste meisje van het Songfestival vond. Zij was heel tevreden met die mededeling, de cameraman net iets minder. En zo gaat het maar door en door. Het zijn momenten, het is wat mensen misschien niet weten, het is best hard werken. Het is een heel vermoeiende avond altijd, ook al vaak omdat er dus geen deftig voedsel of drank te vinden valt. Dus beste kijkers, het is best minder glamoureus dan het lijkt. Maar het geeft de sfeer van het Songfestival helemaal weer, namelijk die mix van leuke show en veel drukdoenerij over niets. Het is het Songfestival in het klein. Eigenlijk.